Een 44-jarige Anjemer is vannacht verwoend raken bij een ongeluk op de A32 bij Meppel. De man riede in een 44 km auto over de sneldijk, doet er vannacht een onreden waard. Waarom de man daar met zijn auto kan rieden is net bekend, officieel mij dat net. Het Openbaar Ministerie wil een grootschalig DNA verwondskips onderzoek in de zaak Vaatstra. Verziek de Faris Delijn bij het college van procureurs-generaal. Uit onderzoek het blijkt niet dat de kans heel groot is dat de dier uit de regio komt dat Marianne Vaatstra wennen. Kamerlid Magda Berntsen van Bedaard zit op het 9e plak op de D66 kandidatenlist voor de Tweede Kamerverkiezings. Zij is plak leger als in 2010. Berntsen wie jij de korpschef van de politie Friesland. Het is een fantastische ervaring en dit pakken ze nooit weer af van mij. Erwin Seinstra is weer thuis van het EK voetballen. De Friese grensrechter assisteerde bij 2 wedstrijden. Hij heeft een belangrijke rol in de wedstrijd Ierland-Kroatië. Het discussie weer over een doelpunt vanwege vermeend boetend spel. Uiteindelijk bleek dat Seinstra het goed jongen hier en dat de goal terug te weer. Juni is nog droog, maar let er kans op een bui. De temperatuur komt vannacht uit op zo'n 13 graden. Mooi zinnen, let er op het dij berinterloft, het wordt dan zo'n 18 graden.